Donderdagavond en ik ben net thuis na een lange dag op pad geweest te zijn met een hele groep van de Albert Heijn Excel. We zijn vandaag naar Bakker Barendrecht geweest. Dat is de groente- en fruitleverancier, of daar vooral de groenteleverancier, maar ook fruit van de Albert Heijn Excel. Gisteren zijn ze bij de kaasleverancier geweest en we gaan eens even kijken hoe dat geweest is. En dan heb je dus een borsel. Nu moet je eerst ruiken. En dat eet je dan op en dan wrijf je dat tussen je tong en je gehemelte. Het is natuurlijk heel vervelend dat nu de Albert Heijn Excel dicht zit, dat je geen boodschappen kan doen. Maar gelukkig kan dat eigenlijk toch weer wel. Buiten de parkeerplaats is een pick-up point gebouwd een tijd terug en die blijft ook. En daarmee kan je online je boodschappen bestellen en die kan je daar op een gewenst tijdstip afhalen. En hoe dat in zijn werking gaat, dat zie je nu. Van de dag, dames. Jullie willen ook schoonmaken, jongens? Nee? Jullie hebben het heel druk, zeker? Jullie zien er ook heel druk uit. Het is donderdag 15 november. We zitten een week voor de opening van de nieuwe Albert Heijn en we rijden momenteel in Barendrecht. Want we gaan Ridderkerk, naar Ridderkerk, moet ik zeggen. Ridderkerk. Ja. Oh, Ridderkerk. We gaan naar want Bakker. We gaan naar Bakker Barendrecht. Maar we gaan niet naar brood. Want dit is een bakker die vooral gespecialiseerd is in groenten. Verse, verse groenten. En dat vindt Albert Heijn heel belangrijk. En we gaan daar dus vandaag met een hele groep gaan we daar naartoe. Maar voordat we naar de verse afdeling gaan, eerst iets belangrijkers.
onderweg naar de versafdeling van Bakker Barendrecht zijn we dus gestopt bij de McDonald's. En hoe dat verder afloopt, wat we daarna gaan doen, dat zie je in het volgende filmpje.